Hier staat een trotse burgemeester. Want vandaag, dames en heren, mag ik 12 bijzondere mensen, bijzondere inwoners uit de gemeente Peel en Maas in het zonnetje zetten. Ter gelegenheid van de viering van Koningsdag reikt de burgemeester Wilma Delis dit jaar aan 12 mensen in Peel en Maas een lintje uit. In gemeenschapshuis Te Wiekslaag in Beringen werden vrijdag 12 koninklijke onderscheidingen tot lid in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Tony Klaasens uit Maasbree kreeg een lintje ter ere van haar verdiensten als dirigent van het dameskoor Maasbree. Ook zette Klaasens zich al vele jaren in voor de missie in Maasbree en de stichting Vluchtelingenwerk Peel en Maas. En het is me dan ook een grote eer om je te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Dames en heren, het was een groot applaus. Judo-coach Jan Koopmans uit Meijl, die onlangs de gemeentelijke sporttrofee tijdens het sportgala won, werd koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten voor judoka's in Peel en Maas en de Judobond Nederland. En de waardering, Jan, die is niet alleen hier groot, maar jij bent, zoals het officieel heet, iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en die een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de bevordering van judosport in de regio en in de eigen woonplaats. Jacques Derks uit Kessel kreeg een lintje voor zijn bestuurlijke vrijwillige activiteiten voor de ouderen in Kessel en Kessellijk. Jaap van Gelder uit Panningen werd onderscheiden voor zijn inzet voor de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen, de Stichting Slachtofferhulp en de Brandwondenstichting. Het is dan ook een hele eer om namens zijn Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Nel Geurje Verheijen uit Panningen kreeg een lintje voor haar activiteiten voor eenzame ouderen, de Zonnebloem en het Longfonds. De Echelse Ton Joosten werd geëerd voor zijn activiteiten bij Stichting Gehandicapten Limburg, Muziekvereniging Echel en de Ouderen in Echel. Van meet af aan was jij de mede-initiatiefnemer en fungeerde als stimulator van allerlei overleg- en discussiegroepen om zo goed mogelijk beeld te krijgen van de behoeften die er waren in Echo. Hartelijk vind je dit. Fantastisch. En geniet ervan. Voor de verdiensten voor Jong Nederland en Atletiek Vereniging Helden ontving Jan Smolders uit Panningen een lintje. Mia Gielenverheijen uit Meijl werd onderscheiden voor haar bijzondere verdiensten bij Zij Actief, Missievereniging voor Meijlse Ontwikkelingswerkers en RKMSV. Volgens de allerjongste leden van voetbalvereniging RKMSV Meijl, de tante van de kantine. En jij vindt het ook prachtig als ze je zo ontmoeten. Voor zijn verdiensten bij de voetbalvereniging, buurtvereniging Kalmershoek Ilselstraat en Bridge Club 2000 te Helden kreeg Huid Teunissen uit Beringen een koninklijke onderscheiding. Het doet mij dan ook veel plezier om jou namens zijn koninklijke hoogheid te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Kom daarvoor. Een verrassing voor Leni van El van der Heijden uit Kessel. Zij werd onderscheiden voor haar vrijwillige activiteiten voor UNICEF en de bibliotheek van Kessel. Voormalige raadsleden Hans Derks en Fred Bongers ontvingen vanwege hun verdiensten in de gemeenteraad een koninklijke onderscheiding. Van 2002 tot 2014 waren zij lid van de gemeenteraad. Bongers eerst in de toenmalige gemeente Meijl, Derks in Helden en later in Peel en Maas. In heel Nederland werden er vrijdag 3155 lintjes uitgereikt.